Leuk dat je kijkt naar deze week. Deze week gaat het ga ik iets heel leuks doen. Ik ga een pony keuren, alleen ik vertel niet wie. Nu ben ik mijn belt te poetsen. En dan ga ik zo rijden in de binnenbak, want het stormt. Het woeit zo hard dat we binnen moeten. Dan kun je vertellen, ik wil nooit zo graag binnen rijden. Maar goed, het alternatief is dat we van een paard afwaaien. Dat is misschien ook geen goed idee, dus we gaan toch maar binnen. Kijk, muizen ook binnen. Ja, door de woei hoor je niks. Als we zo praten hoor je alleen maar woei woei. Nou, binnen en dan krijgen we volgens mij theekransje of zo. Veel beweging is er niet meer. Maar goed, ik ga wel wat doen. Nou, ik heb lekker gereden op Bel. En ik was aan het wachten op mijn moeder. Dus heb ik peren van de grond afgehaald, want we hebben daar een perenboom. Dus dacht ik, ik ga even de, niet de hele kleintjes, maar de wat grotere ga ik van de grond afhalen. En toen bedacht ik me net ineens, wat nou als ik ze in de grond doe, misschien komt er wel een perenboom uit. Ik ben hier samen met Bel. En samen zijn we een beetje aan het tutten. Bel heeft een staartje in met mijn elastiekje en ik heb los haar. Dus we hebben het even omgewisseld. Ik ben met Bel bezig om snoepjes te proeven. Ik ben nu bezig met deze. Niet echt lekker, maar wat er gebeurt. Een snoepje proeft Bel. Ja. Als ik probleem en het gewoon afpakken. Ik ga jullie even vertellen waar het naar smaakt en welke het lekkerst vindt. Nou. Dit zijn ze nog niet allemaal trouwens. Oh, ik heb hier nog één. Ga ik die even proeven. Is een hartje. Au. Dat is even aan Bel. Bel, eet gewoon. Daar ergens. Oké. Okay. Dit is heel veel pijn in mijn tand. Deze smaakt er gewoon nergens aan. Nou, deze sterretje. Ik dacht, oké, die is het lekkerst. Maar nee, die smaakt naar zeep. Deze is vies. Heel vies. Deze is nog oké. Okay. Deze is ook heel vies, Bel. Ja, ik stop Bel. Soms wel. Ja, ik ga zo wel buiten rust. Alleen mijn moeder daar. Oh, hi Bel. Die is nog bezig en ik ben al klaar. Dus nu zit ik even op. Ja, Bel die. Oké, en nu? Soepeltjes! Goed gedaan hoor, Tess. Keurig. Goed, we gaan buiten rit met Tessa en Omi. En ja, ga even door, Tess. We zien iets heel spannends hier. Nou, dat denk ik niet, want ze is wel. Nee, ze heeft echt wel. Ze heeft denk ik een vliegje of wat bij de benen. Iets wat ze niet zo fijn vindt en wat prikt, denk ik. Sorry Bel, we hadden hier in moeten spuiten, mijn schuld. En ik ga vandaag gewoon achter de dames aan, dus het is complete verrassing. Ik wil even Gudo's voor mijn paard, want die loopt aan een lange teugel achter de ponnetjes aan. Nou ja, voornamelijk achter Bel aan, maar dat maakt niet uit. Ze doet het gewoon. Braaf paard. We hebben een challenge en de challenge is, er is daar een paarden... Wat? Waar zie je een ander paard? Rechts. Oh ja. Maar we hebben daar een paardenhek. En dan gaan een van de meiden gaat proberen erop te blijven en open te maken. Dus we gaan working equitation doen. Dus dat wordt spannend. Nou, de challenge is mislukt. Er kwam zoveel verkeer aan dat we dat niet eens konden gaan proberen. Dus het is maar gewoon afgestapt. En vervolgens voor iedereen de deur open gehouden, wat super lief is. De vrouw is een beetje druk, weet niet waarom. Ik moet wel zeggen dat wij aangesproken werden door Staatsbosbeheer dat we de ruiterpalen moesten volgen. Staatsbosbeheer. Eén tip, zorg dan dat de ruiterpaden ook begaanbaar zijn. Er zijn toch al wel heel veel ruiterpaden tegengekomen waar we echt met beste wil van de wereld niet konden rijden. Omdat het gras zo hoog is dat ik niet kan zien waar we lopen. En als ik dat niet kan zien, dan wil ik er ook niet overheen lopen. Dus dat is, dat is gevaarlijk, zeker als een paard een hoefijzer zou verliezen of wat dan ook. Dus dan moeten jullie het wel maaien, lieve staatsbosbeheer. We zijn nu in het koeiengedeelte. Ook hier is het ruiterpad verre van ideaal. Het is ontzettend nul zand. Maar goed, we doen het ermee.
Een fles achter de rug met de dames, want er lag ineens een takje verborgen op het pad. Maar ze gingen er allemaal overheen, dus dat ging prima. En Veroon denkt, we gaan naar huis, ik ben gered, yay. Wel is weer van de rottige vliegjes af, dus die loopt weer gewoon. En we gaan lekker terug naar Middelhof. Fenna, Naomi en Tessa. Jullie zien alleen Naomi haar mooie blauwe rug. Maar als ik een beetje zo doe, dan zie je daar Fenna. En helemaal vooraan is onze mini-baas Bella met Tessa. En die leidt de groep door deze drukkende dag heen. Het is benauwd, het is warm, het had net geregend. Het gras komt tot aan je knieën. Maar het is wel lekker zo. Tessa raar aan doen. Die twee zijn er ook nog. Mijn paard heeft besloten dat hij hier op kniehoogte door het gras heen moeten. Die pony die verdwijnt gewoon helemaal in het gras. Maar wel niet raar te galopperen, want als er ergens een gat in zit, dan weet je in benen. In stapstruik wil je alleen maar. Bel die neemt ondertussen een hapje, dat mag ze natuurlijk helemaal niet. Maar wel denk je, ja, ik vind het goed, het is op eethoogte. Zoveel moeite hoef ik er niet voor te doen. Spirit ook. En Bethun denkt, nou weet je wat, het is wel goed zo. Lekker buiten gereden en dan alle kriebels van het zweet. En dan even lekker rollen. Dat is wel lekker, hè? Heerlijk. Alle kriebels in één keer kwijt. Goed zo, paard. Goed zo. Het is vandaag dinsdag en ik ga buiten rijden met Bel. Maar toen ik thuis kwam, toen... Toen kwam ik boven. Toen hoorde ik van mijn moeder dat er iets met Alice was. Dus met Alice haar oog. Toen ging ik bij Alice haar oog kijken en zat die helemaal dicht. En het is een beetje opgezwollen. We zijn naar de dierenarts geweest en die zeiden dat er waarschijnlijk iets in is gekomen. En daarvan ben ik een klein beetje geschrokken. Het is natuurlijk wel mijn hond en ze is 7 geworden, volgens mij. 6. En Bel is 7 zondag. En dan begin je toch sneller zorgen te maken dan toen ze nog 1 was. Nou, Bel had zo'n last van vliegjes afgelopen broekpolrit. Dus dacht Tess, ik maak ze allemaal dood. En die heeft zo'n enorme walm aan vliegenspray op die pony gespoten. Ik kan je vertellen, ik val bijna flauw. Dus ik denk dat niet alleen de vliegen, maar ook de mensen onderheen gewoon flauw vallen. Maar goed, we gaan vandaag weer op buitenrit, tenminste Tess op buitenrit. We willen graag dat Bel ook alleen kan blijven, dus gaat ze alleen. Zo, Tess heeft lekker buiten gereden. Vrouw was vandaag vrij. En morgen spannende dag, want morgen gaan we een pony keuren. Daarover zie je nog heel veel meer in de zondagvideo's. Ik ga er verder niet te veel over uitweiden, want dan is het niet meer spannend. Maar we hebben er heel veel zin in, kijken heel erg naar uit en hopen absoluut dat het goedgekeurd wordt. Röntgenologisch is er door de fokker al gekeurd en die foto's zijn al bekeken, die zijn goed. De video's zijn goed, maar ja, dan weet je nog steeds niet of het goedgekeurd zal worden, dus het blijft spannend. Nu gaan we lekker naar huis en lekker eten. Woensdag vandaag en kindertjes zijn aan het springen. Ik doe bijna om, dus ik draai even de camera om. Kun je het zien. Daar is ze, op de Verona. Hoppa. Ja, ze doet het netjes, de juf is tevreden. Nou, ze gaat op het koertje springen. Met Verona. Het ging super goed. Ik kon erbij houden, dus ze is 1 keer onder me vandaan gelopen, niet dat ik er afviel. Maar
dat het iets te snel ging. En dat was ook het enige. En voor de rest ging het echt super goed. Het is donderdag en ik ga vandaag mijn bel rijden. Ik ga denk ik dressuur doen. Ik moet alleen nog even wachten totdat het 6 uur is. Want we zijn de manegelessen afgelopen. En ik kan ook lekker een uurtje rijden. Tess is lekker aan het rijden. Er liggen nog wat spulletjes in de bak, dus dat is wel leuk. Lekker hoor. Vandaag hebben we niks bijzonders. Over een cavalet springen, heel belangrijk. Ik ga even rondrezen, geloof ik. Nou, meisjes nog even samen. Dat is al het leukste. Ik ga naar de springles en ik loop hier met de Mystery Pony, die jullie binnenkort allemaal zullen ontmoeten. Dus, En ik ben mijn microfoon vergeten, dus nou ja, dat dus. Kijk. Ja, er loopt er eentje naast me. Een heel schattig ponnetje is het. Uiteindelijk ging het wel steeds beter en wel weer lekker gesprongen.